Hey, vandaag gaan we loempiakjes maken. Uit de wereldkeuken. Een van mijn favorieten. Hartig, een beetje gezond. Hoe dat moet eigenlijk. Loempia. In Indonesië is dat zachte pannenkoek. Maar wij gaan ze vandaag krokant maken. Hoe gaan we beginnen? Noedels. Ik heb die even voorgegaard. We leggen op de verpakking staat. We gaan die fijn snijden. Met een groot mes. Voilà. We moeten ook niet te fijn doen. Er mogen nog stukken in zitten. Voilà. We gaan die dan hier allemaal in de grote kom doen. Nu, we gaan de kip heel fijn snijden. Nu terug op het bordje zetten. Plankje omdraaien. Geren. Wortelje. Idem. In juliennetjes. Ook best om het zo klein mogelijk te snijden. Hè. Hier klaarzetten. Dat is ook het moeilijkste werk eigenlijk, hè, die voorbereiding. Maar eens dat je dat gedaan hebt, dan is er vanaf. We gaan nu lentenaken daar ook bij zetten. Oké, wat gaan we er nog in doen? Een pimentje moet erbij. Een lumpia dat niet pikant is, dat is geen lumpia. Je kunt eigenlijk hier kiezen. Groen is het jongen, vrij pikant, minder pikant, nog iets minder pikant. Ik ga hem ook hier een beetje pikant maken, dus ik ga een groene pakken. En een stukje rood. Zien we al de pitjes eruit zijn? Voilà, die zijn hier. Ook weer fijn snijden. Dan gember, hoort er ook bij. Echt typisch Oosterse smaak. We gaan dat schillen. Dat is ook een gerecht dat ik van het weekend met mijn zoon gemaakt heb. Louieke, 10 jaar, dus je kan al goed meehelpen. Ik vind dat tof. Hè. Echt, met de kinderen koken vind ik persoonlijk een van de mooiste dingen dat er zijn. Look. Look is ook zoiets. Je hebt daar goed bij. Twee manieren. Persken ofwel snijden. Ik ga mij gemakkelijk maken. Ik ga dat persken hier al gereed zetten. Voilà. Nu gaan we de boter pakken en een beetje beginnen te wokken. Met niet te veel pakken. Dus gewokt, heel belangrijk. Volle bak. Goed warm vuur. Dat wokken dat is niet zo op een klein vuurtje. Je moet echt dat gevoel moet je hebben dat je aan het bakken bent eigenlijk. Voilà. En deze gaan we nu gewoon een beetje openzetten. En dan er even afblijven. Want veel mensen zitten er constant in aan het roeren. Laat die kip maar die een korststukje krijgt. En eens dat hij voelt dat hij korststuk krijgt, dan kunnen we beginnen in te roeren. Die nou zo'n beetje een crisp te krijgen, dan gaan we ze een beetje opsnijden. Ook wel leuk. Het volgende wat ik ga doen is die look. Ik ga de look erbij persen. Dus ook in een bereiding zoals deze moet die look wel gaar zijn. Dus het moment om de rest aan toe te voegen. We gaan beginnen met de worteltjes. Want die hebben in theorie het langste nodig. We gaan ze ook niet gans scharen. Een beetje krokant blijven. Voilà. Ik ga even een beetje gember erbij raspen. Die geur dat nu vrijkomt. Amai. Het einde. Lentuitjes. En de pimentjes. We gaan er nog een beetje sambal olek aan toevoegen. Vrij pikant. Voilà. Oké. En we gaan deze hier allemaal bij onze noedeltjes zetten. Een keer omroeren. En dan mag dat een beetje afkoelen. Ons water kookt, gaan we die ertjes blancheren. Blancheren is eigenlijk kort warm water zetten in kokend water. Afgieten en schrikken met ijskoud water. We doen dat eigenlijk voor die mooie groene kleur te behouden. Je kunt dat met ertjes hebben, met boontjes, alle groene groenten eigenlijk op die manier doen. Voilà. Dat is al meer dan genoeg. We gaan ze nu afgieten. We gaan die toevoegen aan onze mengeling. Dan een beetje koriander. Oh.
En dan als laatste, vissaus. In combinatie met alles is dat echt, echt, dat gaat alles een upgrade geven. Deze hier, goed roeren dat eigenlijk al die smaken goed gemengd zijn. Het volgende, brikdeeg. Dat is eigenlijk basis voor je lumpjakjes te maken. We gaan die in twee doen eigenlijk. We pakken eigenlijk een bladje, dat is zo bij u. Gevuld dat. Zo. Zo, een beetje aanspannen. Eigenlijk zoiets creëert dan die hoekjes. Mooi omplooien. Dan hebben we ons eiken. Dat is eigenlijk onze cement. Die gaan we dichtplakken. En dan heb je hier je eerste lumpjakje. Gaan ze niet te veel laten kleuren. Zo. Mooi. Ze zijn crispy. Goed zien dat je er goed vet af haalt. Voilà. Die zijn gebakken. We gaan ons bordje maken. Hè. Klein blaadje peterselie opleggen. Voilà. Onze loempjes zijn klaar. Laat u smaken.